vandaag op bezoek bij Jacco ter Lintel Hekkert. Jacco is een echte Willywortel en werkt dan ook vanuit zijn garage thuis. We zijn hier in de huiskamer van Jacco ter Lintel Hekkert. En het bijzondere is dat we in deze huiskamer zitten, omdat Jacco zo'n onderzoekslaboratorium heeft in de garage. En we zouden eigenlijk kunnen zeggen, je bent eigenlijk een Willywortel die vanuit zijn garage opereert. Waar ben jij mee bezig, Jacco? In het algemeen gezegd, ik ben met licht bezig naar gassen te kijken. Gassen detecteren, gassamenstellingen vaststellen door er met licht op te schijnen en kijken wat dat licht met het gas doet. Gassen zijn heel belangrijk op heel veel plaatsen in het leven. En een van de dingen die wij nu met bijvoorbeeld de sensorspot onderzoeken is of wij binnen een verpakking van vlees, van kaas of van pasta's kunnen kijken wat de luchtsamenstelling is. Ja, met name zuurstof is belangrijk omdat heel veel microbiologisch leven gedijt alleen als er zuurstof is. Dus ja. als je dus geen zuurstof in je verpakking hebt, dan krijg je ook veel minder last van schimmels en van rot van je producten. Oké, dus als het goed verpakt is, zit hier geen zuurstof in? Zit er geen zuurstof in. Helemaal, en dat kan, als het zodanig goed verpakt is, heeft het dus een hele lange houdbaarheid. Ja. En wat hebben jullie nu ontdekt? Nou, het probleem is altijd dat deze verpakkingen, die worden natuurlijk op grote machines allemaal ingepakt. Ja. En er is eigenlijk geen goede controle om te kijken of het goed gegaan is, of de verpakking goed is. Dus ze kijken visueel wel of er stukjes vlees op het randje zitten. Nou, dan weet je al dat het niet goed verpakt is. Ja. Maar er zijn veel meer oorzaken waardoor het niet goed verpakt kan zijn. Ja. Dat kun je op dit moment nog niet zien. Dus op dit moment doen ze gewoon steekproeven bij de vleesverpakker. Ja. En met de kaasverpakkers. Maar dat is vrij een dure grap, omdat hij bij zijn steekproef de verpakking kapot moet prikken om te kijken wat erin zat. Oh, en dan moet je dat spul of het wordt weggegooid of het weer herverpakt. Maar dat kost heel veel tijd en dat is een kostbaar iets. Ja. En eigenlijk in de regelgeving staat dat iedere verpakking gecontroleerd kan worden. Alleen er is geen techniek voor op dit moment. Okay. Dus met onze spot zou dat wel kunnen. Dit kan dus gebeuren als voedsel niet luchtdicht verpakt is. Dat ziet er smakelijk uit. We hebben samengewerkt tijdens de ontwikkeling met een bedrijf uit Apeldoorn, AFP. Ja. Die maken folies. En wij hebben gezorgd voor de juiste inkt. Ja. Die inkt zit tussen de lage folies, dus het komt nooit in aanraking met het voedsel. Ja. Maar de laatste laag naar het voedsel kan wel zuurstof doorlaten. Zuurstof is een heel klein molecuul. Ja. Onze dye is een heel groot molecuul. Ja. Ja. Nou, als je dan zo'n pakje dichtmaakt en die spot zit in die folie, aan de binnenkant eigenlijk. Dan kunnen wij er met licht op schijnen. Ja. Wij schijnen er blauw licht op. Dan komt dan rood licht vanuit die spot. Alleen als er zuurstof is, komt er steeds minder rood licht uit. Dus hoe meer zuurstof, hoe minder licht eruit komt. Oké, en die zuurstof, dat is dan de zuurstof die eventueel, als het slecht is, in de verpakking zit. Ja. Die mag er eigenlijk niet zijn. Op dit moment nemen ze samples van een grote batch, heel veel pakjes, en nemen ze af en toe een sample. Nou, als die fout is, weten ze nooit wat er aan de hand is. Je weet niet wat er omheen is. Dus je moet dan heel veel pakjes gaan controleren. Hier zou je gewoon met deze techniek, omdat het zo simpel is en zo goedkoop is, kun je gewoon ieder pakje met zo'n spot voorzien. Je kunt ook ieder pakje bekijken. Dus je kunt ook, als er eentje een beetje vlees ertussen heeft, dat kan een keer gebeuren. Maar dan kun je gewoon die ene eruit doen, maar dan kun je de rest gewoon houden. Oké. Want als je kijkt naar wat er weggegooid wordt bij bedrijven waar het gecontroleerd wordt, hebben we dan over grote hoeveelheden, kleine hoeveelheden? Nou, alles is natuurlijk relatief, maar er wordt behoorlijk wat herverpakt. Ja, ja. En dat is allemaal omdat ze die steekproeven moeten doen. Ja, er zijn behoorlijk wat steekproeven die ze moeten doen. Ja. En als het fout is, moet daar omheen nog een heleboel lek geprikt worden. Dat is een behoorlijke kostenpost. Ja, ja. Dus feitelijk draagt het bij aan het verlagen van de kosten en het verminderen van het noodzakelijk weggooien. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk
het garanderen dat de verpakking goed is, waardoor voedselverspilling tegengegaan kan worden. Ja, ja, ja. Er wordt ook in supermarkten nog heel veel voedsel weggegooid, omdat het voor een beetje verkleurt. Ja. Als er een beetje zuurstof in komt, verkleurt het al, maar dan laat de consument het liggen. Ja. Dus de supermarkten moeten ze dan, die gaan iedere keer door die winkel heen, die kijken naar die pakjes en die zien, oh, dat is verkleurd en dat wordt doorgedraaid. Ja, ja, ja. De pitch van de week. Mijn naam is Reinier de Nooy. Ik ben een expert op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Maar vooral ben ik expert op het gebied van beoordelingssystemen. Daar ben ik hier in Nijmegen op gepromoveerd. Ik heb een bedrijf opgericht, dat heet Optimal Planet. En met dat bedrijf ga ik voor een optimaal leefbare planeet, nu en in de toekomst. Ik geloof heel erg in de kracht van consumptie om dat te bereiken. En dat betekent dat we bij wat we kopen heel goed moeten kiezen. Je wil die producten en diensten kiezen die de aarde leefbaarder maken. En met name grote organisaties kunnen heel veel invloed hebben daarop door goed te kiezen. En dat wil ik zo makkelijk mogelijk maken voor ze. Nou, is duurzaamheid een veelkoppig monster en heb je dus ook een heel veelzijdige tool nodig om die keuzes goed te maken en om die keuzes makkelijk te maken. Nou, zo'n tool is er nu, die heet PetScans. Ik heb die online gebracht en ontwikkeld samen met de Radboud Universiteit, Rijnstaten Ziekenhuis en tientallen experts. En ik ben er ontzettend trots op. Het is heel laagdrempelig, heel eenvoudig van opzet. Iedereen die kan lezen, die kan er ook mee werken. En het is nu ook bewezen dat het werkt. Mijn grootste klant die heeft 8 bloemisten hier in Nijmegen gevraagd om het systeem in te vullen. En ze weten nu precies hoe duurzaam en circulair die bloemisten zijn en met welke 3 van die bloemisten ze verder willen de toekomst in. Nou, en ze hebben dus nu ook een systeem om ze in de toekomst te blijven volgen. Daar ben ik natuurlijk ontzettend trots op. Nu ben ik op dit punt van de ontwikkeling op zoek naar inkopers die het systeem willen piloten, zodat ik het systeem nog wat verder kan afstemmen op de markt. En zodat die inkopers ook stappen kunnen zetten op het gebied van duurzamer inkopen. En ik ben op zoek naar mensen die commercieel sterk zijn, zodat die met mij het systeem zo goed mogelijk kunnen vermarkten en daarmee de wereld mooier te maken. Heeft u interesse? Kijk dan op mijn website www.optimalplanet.nl. We zijn hier in het laboratorium van Sacco, het laboratorium in de garage. En hier kunnen we zien hoe de sensorspot werkt. Als ik nou naar deze verpakking kijk, Sacco, en hier komt zo'n sensorspot van jullie op. Kan ik dan als consument zien dat het de vlees, deze ham, dat die niet goed meer is? Nou, dat is als consument zonder hulpmiddelen heel moeilijk. Ten eerste, ja, dit is een stukje folie waar een spot op zit. Nou, je kunt het bijna niet zien. Ik zie hem hier wel, maar ik denk dat de camera hem niet zal zien. Maar hij zal, en dit gaat dus over de verpakking heen, dit is de afsluitfolie. Maar ja, zolang ik hier niks mee doe, kun je hem ook niet uitlezen. Dus hij heeft echt blauw licht nodig voordat je hem uit kunt meten. En hoe werkt dat dan? Kun je dat laten zien? Nou, dit is een uitleesunit die wij ontwikkeld hebben. En wat ik al zei, je hebt blauw licht nodig. Ja. Daarom zitten hier achter die venstertjes zitten 4 ledjes, heel eenvoudige ledjes, die blauw licht afgeven. Ja. En hier in het midden zit eigenlijk onze detector. Okay. Hiermee detecteren we het licht wat er weer van die spot afkomt. Alleen voor die detector zit dan weer een filtertje wat al het blauwe licht weggooit. Ja. Zodat we alleen het rode licht van de spot nog zien. Nou, die spot die kunnen we dus met zuurstof, kunnen we zuurstof overheen doen. We kunnen stikstof overheen doen. Dit is het celletje. Ik weet niet of we dat zichtbaar kunnen maken, maar als ik het licht erbij hou, wordt het heel duidelijk dat daar een rood spotje in zit. En ja, de intensiteit van die spot, die nemen wij dan waar. Ja. En die loggen wij elektronisch. En aan de hand van hoeveel licht eruit komt, kunnen wij dan bepalen hoeveel zuurstof er rond ons spotje zit. Okay. Dus ook in de verpakking zo zit. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat niet al te veel geld mag kosten. Want als je op iedere verpakking apart zo'n spot moet doen, en dat kost dubbeltje of een kwartje, dan wordt de... Wordt het daar gelijk stukken duurder? Nee, die orde van grootte mag je echt niet denken. Wat er in de winkel ligt, de kosten van de verpakking zelf, zijn maar enkele centen.
Daar kun je geen kwartje bovenop doen. En daar mag geen kwartje bovenop. Nee, nee. Nee, dan gaan we het niet verkopen. Wat voor prijs moet ik denken? Ver beneden, enkele tiende van een cent. Tiende van de cent. Ja, het wordt er gewoon opgedrukt met de bestaande drukmethodes. Ja, ja. Dus ja. Als je een verpakking hebt waar al bedrukking op zit, dan zou je het gewoon mee kunnen drukken met deze bedrukking. Ja, ja. En dan kost het dus bijna niks extra. Ja, ja. En dan zijn de belangrijkste kosten is eigenlijk de detectieapparaat. Ja. Ja. Maar die koop je maar één keer. Ja, ja, ja. Hey, en heb je nou al veel contacten met bedrijven die daar belangstelling voor hebben? Ja, we zijn al flink aan het reizen, ja. Ja, ja. En ja. Je merkt dat er respons komt van, dat is interessant voor... Ja, het is natuurlijk altijd even kijken, hoe ga je de markt op? Wie gaat hier aan verdienen? Ja, en er zijn verschillende partners hier. Er zijn de vleesverpakkers, maar je hebt ook de foliefabrikanten. Ja, ja. En je hebt natuurlijk de Albert Heijnen. Ja, ja, dus er zijn verschillende mensen die daar verschillende belangen ook in hebben. Ja. En dat is natuurlijk een heel spel om dat tegen elkaar uit te spelen. En om dat juist op de rails te krijgen. Ja. Zie jij in de toekomst nog dat ik straks met mijn telefoontje straks ook op zo'n spot nog het een en ander kan doen om te zien of het nog in goede staat is? Nou ja, in principe is het nog mogelijk. Deze kast is vrij groot, maar dat komt omdat het een prototype is. Dit is dus gemaakt om echt boven een band te hangen. Ja, ja. Maar ja, dan hebben we zeker afstand nodig. Als we die afstand kleiner kunnen maken, zou je inderdaad in principe met een mobiele telefoon dit moeten kunnen. Je moet een ledje inbouwen en een fotodiodetje. En dan zou dat ook weer als app toegevoegd kunnen worden aan de foto's. In principe is het allemaal mogelijk. Ja. Ja. Hey, een heel andere vraag. Hè? Van, je werkt hier vanuit je garage. Hoe bekostig jij dit onderzoek? Want ik denk dat er nogal wat tijd in is gaan zitten. Deels hebben we daar beurzen voor gekregen en deels is het inderdaad, ja, je moet erin geloven en dus dan steek je er tijd in. Ja, ja. Niet alleen ik doe dit natuurlijk niet alleen. Ik heb nog drie andere mensen die binnen SensorSpot hier aan werken. Ik ben dan vooral voor de ontwikkelingen. Ja. De laatste jaren zijn de uren niet betaald en we hadden wat financiering om hardware te bekostigen. Ja, ja. Dat soort zaken. Ja. Maar de uren die je erin steekt. Nee, dat is echt. Je moet er gewoon in geloven dat we iets hebben waar we later wat mee kunnen verdienen. Ja. En slotvraag. Wanneer denk je dat zoiets op de markt gaat komen? Of wanneer denk je dat dit op de markt gaat komen? We hopen binnen een jaar dat we de eerste kunnen gaan leveren en dat het uitgerold kan worden. En dan zouden we bijna niks meer weg hoeven gooien. Dat is het doel, ja. Het ultieme doel. Het ultieme doel. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. We'll be right back.